Goedenavond. U luistert of kijkt naar Goolse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vanavond gepresenteerd door Gonnie Sperman en mij, Dim Fiveloon. Net als gasten hebben we vanavond Anna van Puijenbroek over het duurzaamheidsbeleid van haar bedrijf, de Havenhub, en over wat dat ook oplevert. André Tuinman, regiomanager van Diabetesvereniging Nederland, staat vanwege Werelddiabetesdag, dat is morgen geloof ik, stil bij deze ziekte. En René IJzermans en Harry Kuipers vertegenwoordigen de stichting Geluidsoverlast A58. Volgens onderzoek levert die geluidsval geen hoorbare toename van geluid op. Wat gaat de stichting nu doen? Maar eerst natuurlijk leidt Gonnie Sperman ons rond op het gemeentehuis. Met vanavond natuurlijk veel nieuws uit de besluitvormde vergadering van gisteren over de bezuinigingen. Gonnie. Dimfy. Het was een hele lange avond gisteren bij die vergadering over de gemeentelijke begroting en het dekkingsvoorstel van het college. Maar liefst 34 amendementen en 19 moties brachten de verschillende raadspartijen naar voren om het gat in de begroting te dichten. Het zag er al gauw naar uit dat het in een avond niet gehaald zou worden en dat bleek. Vanavond wordt er dus verder vergaderd. Ondanks dat er dus nog niet gestemd is over de voorstellen, tekent zich toch al wel iets af. Zo zal er wel een sluitende begroting komen, omdat de meerderheid van de partijen toch liever niet onder toezicht van de provincie komt te staan. Proactief Goorlen wilde met een niet sluitende begroting een signaal afgeven naar Den Haag, dat de gemeenten niet op kunnen blijven draaien voor de grote uitgaven voor de jeugdzorg, zonder dat daar een behoorlijke tegemoetkoming van het Rijk tegenover staat. Er was veel gesteggel over de beleidsnota cultuur die volgend jaar eindelijk moet komen. Gaan we bij het opstellen daarvan ervan uit dat er 3 ton bezuinigd moet worden op Jan van Mezouw Factorium en de BIEB? Of bekijken we dat later en hopen we dan dat dat niet meer nodig is? En blijft die 3 ton bezuiniging dus nu wel in de begroting staan? Of wordt het maar al 1,5 ton, een amendement van D66? Het voorstel van het PAG maar 1 ton te bezuinigen lijkt een meerderheid te krijgen. Dus dat scheelt wel 2 ton, hè, wat ergens anders vandaan moet komen. De Leibron, Den Deel en de Wildakker hoeven niet bang te zijn dat ze mee moeten doen met de bezuiniging, omdat ze voornamelijk met vrijwilligers werken. Een voorstel dat het CDA daarvoor had, werd dus ingetrokken. Het geld wat de basisscholen nu nog van de gemeente krijgen voor handvoorzieningen, zoals conciërges, gaat verdwijnen. Een voorstel van D66 om die 102.000 euro niet te schrappen, haalt het niet. De meeste raadsleden vinden dat de scholen dat zelf kunnen en moeten betalen. Iets wat ook al duidelijk werd, het Marietje Kessels project blijft geld krijgen. 3 partijen steunden het voorstel van de PvdA hiervoor. Het geld dat de commissie Kunst en Cultuur kreeg voor tentoonstellingen en dergelijke, bijna 50.000 euro, gaat verdwijnen. Maar de commissie zelf kan blijven bestaan dankzij een amendement van de PvdA die de presentiegelden wel wil blijven vergoeden. En hoopt dat ze dan ook nog wat koffie kunnen krijgen als ze op het gemeentehuis moeten vergaderen. Maar dat zal zo'n vaart niet lopen, dacht wethouder Zwaans. De meeste partijen vinden een OZB-belastingverhoging van 20% plus indexatie genoeg. En steunen dan ook niet het voorstel van het PAG de OZB met nog eens 3% extra te verhogen. Het PAG wil met die opbrengst daarvan de kleinere bezuinigingen zien te voorkomen. Er is een grens, zei Monique van Brederode van de VVD en Mark Verhoeven van Lijst Geel-Goorlen vond dat er al veel gevraagd wordt van de inwoners. Of de bezuiniging op de afvalbakken doorgaat, horen we vanavond. Omdat wethouder Schellekes niet meteen antwoord kon geven op de vraag of alle hondenpoepbakken dan verdwijnen. Dat zou voor veel poep op straat zorgen, al dus het PAG. Een aantal bezuinigingsvoorstellen van het college lijken het dus niet te halen. En daarom kwamen de partijen ook wel met ideeën om meer geld binnen te halen. Maar die vielen over het algemeen toch een beetje tegen. Het CDA hoopte bijvoorbeeld op een opbrengst van 178.000 euro als de Haspel snel geprivatiseerd zou worden. Maar volgens de wethouder zou dat nooit zoveel kunnen zijn, maar maximaal de helft. Ook denkt wethouder Poos dat er de komende 4 jaar nog geen geld kan komen uit een eventuele privatisering van de sportparken. Maar daar werd om gevraagd door D66 en de VVD. Dat gaat veel langer duren, zei hij. De Arbeiderspartij wil zo gauw mogelijk zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen. Maar ook dat levert maar heel weinig geld op, volgens wethouder Schellekes, omdat niet alle daken geschikt zijn en het kan echt niet in 2020.
Een heleboel amendementen en moties dus komen vanavond pas aan de orde. Zoals de motie van de SP om aan Arriva 114.000 euro terug te vragen van de ten onrechte aangelegde bushaltes in de Barnilaan. En van het CDA om in plaats van 2 ton, 3 ton te bezuinigen op het gemeentelijk personeel. Lijsttrekker Goorde stelt voor om de hondenbelasting af te schaffen, zeker als de hondenpoepbakken verdwijnen. En er waren er ook nog de lezers. Het PAG denkt dat die best volkomen kostendekkend gemaakt kunnen worden, maar de wethouder zag dat helemaal niet zitten. Vanavond om 19:30 gaat de vergadering verder. Het is de bedoeling dat er op een groot scherm te zien zal zijn wat de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen die het wel halen op zullen leveren, net als de voorstellen om geld te genereren, zodat op het eind van de avond duidelijk wordt of er een sluitende begroting is voor de komende 4 jaar. En dan is het ook nog zo dat ze eerst willen gaan stemmen over moties die geld opleveren en dan die geld kosten. Dus het blijft allemaal nog heel erg de vraag wat het gaat worden. En het was dus ook best een beetje een chaotische vergadering gisteravond. Volgende week in Goossekringen het vervolg. Maar het gewone werk op het gemeentehuis gaat intussen ook gewoon door, zoals de besluiten die het college van BNW elke week neemt. De gemeente heeft de afgelopen maanden maar liefst 11 aanvragen voor incidentele subsidies binnengekregen. En die kunnen gehonoreerd worden uit het zogeheten Bruisfonds of als activiteitssubsidie. 9 van de 11 aanvragen worden toegekend. Omdat het gevraagde bedrag verder het geld in de potjes overschreed, kon het college ze maar gedeeltelijk honoreren. De subsidie gaat bijvoorbeeld naar Theatergroep Bokdor, naar Spot, naar het SCAR voor een herfstwandeling, naar het Elfde Geheim, een bewonersinitiatief is dat, en naar de Opstapbus. De Contactraad Cultuur krijgt geen subsidie voor de zomeruitmarkt en de Dahlia Vereniging niet voor haar jubileum. Op 1 januari gaat de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in. En die wet regelt samen met de wet zorg en dwang de mogelijkheden van verplichte zorg, zoals bijvoorbeeld gedwongen opname. Met deze wetten wil men de zorg meer centraal stellen. Nieuw is ook dat de burgemeester, die toestemming moet geven voor gedwongen opname, nu ook de persoon waar het om gaat eerst kan horen voor hij een besluit neemt. Die taak gaat het crisisinterventieteam voor hem uitvoeren. En tot slot, het college stemt niet in met een bouwplan voor 6 levensloopbestendige woningen nabij Heisteeg 1 en Riel. Een bewoner daar wil op zijn grond deze woningen laten bouwen. Het college vindt het plan niet passen in dit gedeelte van Riel, waar nog niet zo lang geleden voornamelijk vrijstaande huizen zijn gebouwd op grote percelen. En wil daar de lintbebouwing in stand houden. Volgens wethouder Schelkens hebben de voorgestelde woningen grote tuinen en zijn ze daardoor ook niet gewild bij senioren. Bovendien zijn er volgens hem genoeg andere initiatieven voor seniorenwoningen in Riel. Was het, Dimpie? Nou, dat was het. Ja. Nou, wat mij het meest opviel, Goni, is van dat de conciërges gaan verdwijnen op de basisscholen. Het Malieveld, van allerlei velden in heel Nederland stonden vol met docenten die protesteren omdat de werkdruk te hoog is. En dan gaan wij doodleuk de conciërges laten verdwijnen, waardoor de werkdruk voor de docenten nog hoger wordt. Ja. Omdat volgens de wethouder er genoeg geld in de pot zit bij de schoolbesturen. Ja. Onvoorstelbaar. Wat zeg? Ja, 4,3 miljoen. God. Dus ja, ik weet niet of het overal zo is, maar... Oké. Dat was het antwoord, in ieder geval. In wijsheid besloten. In wijsheid besloten, oké. Onbegrijpelijk. Ja. Jullie nog iets opgevallen waar je zegt van, nou, dat snap ik echt niet. Hoeveel tijd heb je? Oké. Nou, een van de merkelijkste dingen afgelopen week vond ik de boom in de Van Haastrechtstraat. Ruim bemeten in het Brabants Dagblad, zelfs Hart van Nederland heeft er aandacht aan besteed. Voor mij onbegrijpelijk, denk ik, voor iedere burger in Goorde hoe het kan. Dat op het ene moment weet ik hoeveel bomen verdwijnen, omdat een weg 20 centimeter breder moet worden. En wij in Goorle presteren om over een boom waar 4 gezinnen, achter een kleinschalig appartementengebouw, waar niemand verder iets van ziet, die levensgevaarlijk dreigt te zijn. Ja, dan denk ik van, waar gaat dit nog over? We hebben nou echt geen belangrijkere dingen om ons druk over te maken. En ik vind het heel slecht ook in zijn algemeenheid voor de reputatie van Goorle. Want het was natuurlijk niet de enige boom die dit weekend ruim bemeten werd. Dat werd over een andere boom nog 2 pagina's in Dagblad de Telegraaf overgeschreven. De opmerkelijke dingen in het nieuws in Goorle. Ja, hoe groot kan een kleine gemeente zijn met kleine zaken?
Ja. Duurzaam en dienstbaar, dat was de spreuk dienstbaar. Van de coalitie. Ja. De profileringsdrang van de gemeente, die heeft toch hele rare wegen gekozen. Ja. Maar ja, als ze zo op het nieuws willen komen, ja, het zij zo. Ja, precies. Nou, bedankt gewoon heel veel sterkte vanavond. Ja, ga zo weer verder. Goedenavond. Oké, okay. We gaan naar Anna van Puijenbroek. Directeur van Haven hier in Goorlem. Bij iedereen bekend, denk ik. Jullie zijn bezig met het duurzaamheidsbeleid. En ik begrijp dat jullie steeds meer inzetten op duurzaamheid in grondstoffen, beloning en productie. Nou, ja. Dat vraagt wat mij betreft, krijg ik dan vraagtekens. Waar bestaat dat uit? Nou, we hebben eigenlijk twee facetten aan het duurzaamheidsbeleid. Dat is enerzijds het sociale beleid. De lonen die betaald worden in de hele textielsector, met name in ateliers en de productie van doeksoorten, die is naar onze mening te laag. Die ligt onder het zogenaamde living wage. Is dat voornamelijk in het buitenland? Dat is voornamelijk in het buitenland, ja. En living wage is een loonschaal die eigenlijk inhoudt dat je van je loon kunt leven in het land waar je werkt. En dat je ook je kinderen naar school kunt sturen. In Nederland is dat gelijk getrokken met het minimumloon om en nabij. In veel landen is dat er niet. Ligt het wettelijke minimumloon nog zwaar onder living wage. Onder dat loon dat je nodig hebt om eigenlijk gewoon normaal te kunnen leven in onze ogen. Dus dat verschil hebben wij opgetrokken. Daar zijn we heel erg mee bezig om dat te doen. Maar is er geen cao waar de HVP onder valt? Ja, maar die cao die geldt niet in het buitenland. Dus in Nederland speelt dit niet. Hè? Daar vallen we gewoon onder cao en daar zijn de lonen. Ja. Maar ja. Waar heb je het dan over? Wij produceren in bijvoorbeeld onze ateliers waar we mee werken. Die staan in Macedonië en Tunesië. Met name in die twee landen hebben we daar beleid op uitgevoerd. En dan hebben we enerzijds ateliers die van onszelf zijn. Dus dat hebben we vrij versneld kunnen doen. Hè? Want dan zeg je gewoon, nou, we nemen die stap en dat doe je gelijkmatig. En op een jaar hebben we alles getrokken op het loon, op het living wage. Mm-hmm. Als je in onderaanneming werkt, dan is er nog een verschil tussen ateliers die voor je werken en die volledig voor jou werken. Dus daar kunnen we dan ook gesprekken over voeren. Ateliers waar nog andere merken hun kleding maken, die niet mee willen in dat beleid. Ja, daar heb je natuurlijk wel daar heb je minder over te zeggen. Heb je natuurlijk ook verminderde invloed op. Dus nou goed, daar gaan de gesprekken ook. En wij spreken dan de andere merken ook aan om te zeggen van joh, wil je daar niet in meegaan? Wat kunnen we doen om daarin mee te gaan? Ja. En wat kunnen we samen doen? De mensen die werken in jullie eigen atelier, die krijgen dezelfde salarissen als hier in Nederland de mensen? Nee. Het is echt gerelateerd aan de kosten die je hebt in het land waar je woont. Ja. Dus okay. Daar zit naar Nederland toe nog wel een groot verschil tussen. Ja. Ja. Okay. Ben je daar ook zelf gaan kijken wat nodig zou zijn bijvoorbeeld? Wat hebben die mensen nodig? Kun je daar... Zijn er regels voor of bepaal je dat zelf? Of? Nee, er zijn op zich geen regels voor. Wat wij doen is, ik ben dat niet zelf gaan onderzoeken, want dat is voor mij, daar ken ik land. Nou ja, ook nu het is niet dat ik naar de winkel ga en tomaten ga kopen en dat dan vergelijken of zo. Had je daar mensen die. Ja. Nee, wat we hebben is, wij zijn lid van de Fairwear Foundation. Dat is een Nederlandse organisatie die zich inzet om de werkomstandigheden in de productie van de textiel te verbeteren. En zij hebben voor elk land opgesteld wat ongeveer het minimum of het leefbaar loon is van medewerkers. Een mooie leidraad. En dat is voor ons een hele goede leidraad. Ja, ja. En dan, die hanteren we eigenlijk grosso modo. Zeg maar. Oh ja, dat is naar aanleiding van alle ateliers in die goedkope lonenlanden, zeg maar. Waar kinderen werken en jongeren. Die Farewell Foundation. Ja. Okay. Maar het gaat nog veel verder. Hè. Het gaat ook over, heb je geen overwerk? Wordt je loon op tijd uitbetaald? Zijn de omstandigheden in de ateliers veilig? Kun je prettig werken? Worden mensen niet onbetaald overwerken toe verplicht? Dat wordt er gewoon aan de regels gehouden en gaat het nog een stapje verder. Dus zij zijn een onafhankelijk controleorgaan. Waar je als merk dan lid van bent en die jou dan vervolgens controleert. Ja. En daar hebben we heel veel aan. Pardon. Omdat zij ook rechtstreeks in gesprek kunnen gaan met medewerkers. En ja, ik kan wel rechtstreeks in gesprek gaan met medewerkers, maar die vertellen mij natuurlijk andere dingen. Je hebt een andere verhouding. Snap ik. Is het nog wel steeds lucratief om het werk uit te besteden naar het buitenland? Je hoort wel eens, de lonen worden daar ook zo hoog.
dat het niet meer zoveel uitmaakt. En als je dan denkt duurzaam, dan zou het duurzamer zijn om hier te produceren natuurlijk. Het loon maakt echt nog wel uit. Er zitten echt nog wel verschillen tussen. Maar het gaat niet alleen over lonen. Wij hebben de opleidingen niet meer om zoveel mensen aan het werk te stellen in de textiel. Nee. Dus wij, als je kijkt bijvoorbeeld voor de mensen die luisteren. We zoeken nog altijd mensen in ons atelier in Goorle. Die mensen zijn moeilijk te vinden. Omdat de opleidingen bijvoorbeeld bestaan ook niet meer. Wij zijn eigenlijk die sector in Nederland een beetje ontgroeid. Zijn er geen scholen meer voor? Niet voor het echte, ik noem het even snit en naad, maar echt het naaien. Naaien aan de naaimachine, het knippen van de stoffen en dat soort. Echt waar. Dat handwerk wordt nog heel weinig gedaan en volgens mij is er geen opleiding naar mijn weten. Nee, als er in de telefoon dadelijk gaat, iemand belt, wil je wel. Het zou fijn zijn. Maar dan nog, we hebben het echt over, dat zijn grote ateliers. Hè? Als ik bij ons alle ateliers die voor ons werken samen optel, dan zit ik bijna aan 1500 mensen. En wij zijn geen groot merk en wij zijn altijd modewerk. Dus dat kan bijna niet meer in Nederland. Dus dat daar lopen we sowieso tegenaan. Ja. En een andere is natuurlijk ook, kijk. Het is ook wel heel mooi om goed werk te kunnen brengen naar landen waar het wat minder gaat. En weet je, die wisselwerking, dat is ook een stuk de duurzaamheid die wij zien in de textielsector. Ja. En zo kun je in je ondernemerschap ook heel veel goede werken doen. Je zorgt en dat is ook eigenlijk je rol, vind ik. Ja. Ja. Want wij vinden ook dat ondernemerschap is ook gewoon toegevoegde waarde brengen voor iedereen. Dat zit hem in werk, dat zit hem in producten, dat zit hem in kennis, dat zit hem in van alle andere zaken. Ja. En voor ons is dat sociale beleid een hele belangrijke. En de reden dat we ook, want dan ga ik meteen naar mijn tweede puntje. Nee, ga doen. Ik kan die uren over praten. De reden dat wij gekozen hebben om eerst te beginnen met de sociale poot, is omdat je dat gewoon meteen kan doen. Daar moet je slim over nadenken hoe je dat doet. Want je kunt niet alles maar gewoon met geld oplossen. Dus je moet ook een aantal slimme dingen doen. Maar de tweede poot is natuurlijk het hele milieustuk. En dan loop je ook vaak tegen technologie aan. Want als je kijkt naar recycling, daar staat eigenlijk nog niet heel ver. Die ontwikkeling is nog niet heel ver. Dus wij moeten ook, als we naar milieupoot kijken, hebben we het heel breed uitgezet. Dus we hebben gezegd van joh, wij kijken eerst en vooral naar de stoffen die we gebruiken. Hè? Dus de katoen en de polyester, hoe kunnen we daar nou zo duurzaam mogelijk aan komen? Je kijkt ook naar de verfprocessen die je gebruikt. We hebben afgelopen week hebben we een nieuwe lijn op de beurs in Düsseldorf gelanceerd. En die is BlueSign gecertificeerd. Zegt jullie waarschijnlijk niks, het wil echt zeggen dat je fundamenteel minder schadelijke stoffen gebruikt in je verfproces. Wij waren daar al heel goed in, maar we gaan elke keer schalen we weer een beetje bij en zorgen dat we daar steeds wel weer verbetering in brengen. Ik neem aan dat het wel allemaal duurder is, of niet? Ja en nee, dus dat een stuk wel. Als je het sec bekijkt, zal het ook duurder zijn, maar wij maken dan misschien een keuze om iets anders niet te doen. Weet je, en wel die milieukeuze te maken. En ja, ik vind het ontzettend. We hebben gewoon die rol om dat te doen. Want nu, doordat je het milieu belast, bijvoorbeeld, schuif je eigenlijk kosten die er wel zijn door aan de volgende generatie. Dus wij moeten proberen om die kosten toch ook meteen goed te maken. Of in ieder geval om dat nu te doen en dat niet door te schuiven. Ja. Misschien zijn het wel kosten die we eigenlijk altijd hadden moeten maken, maar die we er nu niet, die we er tot nu toe niet in hebben gezet. Nee. Maar die verfstoffen zijn die net zo, hoe moet ik het noemen? Duurzaam wou ik zeggen, maar zo bedoel ik. En ik bedoel, blijven die net zo lang in de textiel zitten als de normale, de oude verf? Of moet je nu eerder? Voor de lijn die we nu lanceren, is de kwaliteit gaat er niet op achteruit. Niet op achteruit, dus, oké. Dat zie je wel steeds meer verbeteren. Maar er zijn bijvoorbeeld ook, we hebben natuurlijk ook heel veel brandvertragende kleding bijvoorbeeld. Daar is gewoon zelfs op dit moment niet een, zeg maar, BlueSign alternatief voor. Dus de alternatieven die echt, die zijn er gewoon nog niet, die aan die regels geven. Dus daar kun je zelfs niet anders. Dus wij zijn wel een heel stuk afhankelijk van wat er geïnnoveerd wordt in de wereld. En daarom, dat is dus een uitdaging waar we gewoon in de komende jaren nog heel erg mee bezig zijn. En jullie houden je daar zelf niet mee bezig? Kijken hoe je duurzamer kunt inkopen of duurzamer... Ah, absoluut wel. Ja. We hebben hele teams erop zitten die als opdracht hebben om te zorgen dat het steeds duurzamer wordt. Wat we ook hebben gedaan, en dat is wel heel leuk om misschien te vertellen, is we hebben echt gekeken, ook naar, als je naar een product van Havep kijkt,
Of tenminste aan alle producten van HVAB. Wat hebben wij dan aan grondstoffen gebruikt? En wat is daar dan de milieu-impact van? Wat hebben we aan verfstoffen gebruikt? Wat is daar de milieu-impact van? En we zijn zelfs zo ver gegaan dat we ook gekeken hebben van... Goh, het gebruik van die kledingen. Denk dan bijvoorbeeld met name aan wassen en zo. Wat is dan de impact op het milieu? Dus daar hebben we heel overzicht van. Dus wij kunnen precies zien nu... Waar zitten eigenlijk onze grote knelpunten? En wat gaan we daar dan in de komende tijd aan doen? En daar gaan we dan ons beleid ook helemaal op toespitsen. Ik kan al wel verklappen dan welke kanten dat op gaat. Het zit me heel veel in grondstoffen enerzijds. En dan moet je met name denken aan katoen en polyester. Dat zijn voornamelijk de ingrediënten zeg maar, die wij in onze stoffen gebruiken. En het andere zit een heel stuk in het gebruik, in het wassen. En wat is het verschil met de oude stoffen? Wat zat daar anders in? Nee, we hebben nu, vandaag de dag gebruiken we nog katoen en polyester. Okay. En die hebben natuurlijk een redelijk zwaar impact. Met name katoen als het gaat over watergebruik en chemicaliën. En polyester, ja, dat komt natuurlijk van olie. Ja. En dan kijk je naar alternatieven. Je kan naar biokatoen gaan. Misschien dat mensen ook al van Liocell of Tencel hebben gehoord. Dat is ook een natuurlijke vezel die gebaseerd wordt op de eucalyptusplant. Nou, daar zijn we ook naar aan het kijken. Nadat wij hebben als textielen waar we heel erg voor moeten zorg dragen, is dat wij maken werkkleding. En werkkleding moet gewoon een zeer stevig hoog zijn. Moet heel stevig zijn. Ja, dat is logisch. En het allerbelangrijkste waar we eigenlijk op inzitten is, kan de kleding langer meegaan? Want als jij geen kleding hoeft te maken, omdat hij het gewoon nog doet, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het helemaal duurzaam. Dat is het allerduurste. Dat is de grootste stap die we met z'n allen kunnen nemen. Ja. En dat is ook wel een interessante uitdaging als je kijkt naar gewoon het bedrijfsmodel natuurlijk, hè, van je organisatie. Want als je producten hebt die langer meegaan, ja, dan duurt het dus ook langer voor iemand weer iets komt kopen. En hoe gaan we daar dan weer mee om? Ja. En dat zet dan weer je bedrijfsmodel een beetje onder spanning. Dus dat is ook wel weer leuk om daarnaar te kijken. Nou zijn er natuurlijk veel meer bedrijven die duurzaamheid op dit moment hoog in het vaandel hebben staan. Hè? Toch hebben jullie een hele grote order gekregen van Ambulance Zorg Nederland. Ja. Ja. Alle ambulanceuniformen van alle Nederlandse Bijna allemaal. Mogen jullie gaan maken? Dat lijkt me wel een enorme order. Dat is, ja, dat is een enorme order. Ja, dat is een plus. Ja. Wat betekent dat voor het bedrijf? Oh, zoveel. Het is een grote order, dus het is echt gewoon extra pluim op onze hoed, zeg maar. Het is ontzettend mooi om voor ambulancepersoneel te mogen werken. En het heeft ons ook een beetje gemotiveerd om in die duurzaamheid nog een stap verder te gaan. We hebben echt serieus moeten kijken naar onze keten. Wat de ambulance bijvoorbeeld ook vraagt is niet alleen van goh, gebruik gerecycleerd materiaal of ga naar biomaterialen. Maar ook maak dat aantoonbaar dat je dat doet. Laat ons zien waar je het haalt. Laat ons zien. Dus we hebben heel erg goed moeten kijken naar onze keten en die ook inzichtelijk maken voor onze klant, voor de ambulance. Daar hebben wij als HVAB dan weer een ontzettend groot voordeel. Dat, omdat wij natuurlijk vroeger onze eigen productie hier nog hadden van de stoffen. En wij die kennis dus nog hebben, kunnen wij dat vrij gemakkelijk, mag ik niet zeggen, maar in vergelijking met de concurrent kunnen wij dat vrij gemakkelijk in kaart brengen. Wij hebben die kennis nog in huis. Dat is ook ons kracht. Dus daar hebben we echt, daar hebben we hem echt op gehaald. En het is ook nog eens, we hebben de kleding niet zelf ontworpen. Dat heeft een ontwerpster daar in kaart gekregen. Ja, dat vroeg ik me af. Ja, ja. Heb je er wel inspraak in gehad? Nee. Die liggen vast als de tender eigenlijk wordt uitgeschreven. Okay. Ja. Wat je wel doet is natuurlijk, kijk, papier is geduldig. Ik kan heel veel dingen op papier tekenen die ik echt gewoon in de praktijk niet kan maken. Dus je hebt op een gegeven moment zit je wel, het omzetten van de papieren tekening naar een echt kledingstuk. Was in deze ook nog een serieuze uitdaging. Maar goed, we hebben ontzettend goede mensen bij ons hier in Goorlen. Dat weten jullie ook. Hoeveel mensen werken er eigenlijk nog in Goorlen? 125. Toch ook nog? Ja. En die gaan allemaal verhuizen binnenkort? Ja, die gaan allemaal, binnenkort. Nou ja, over een tijdje. Duurt wel een jaar, maar ja. Ja, maar in 2021 is het gepland? Ja. Oké. In het begin, eerste helft van het jaar geloof ik. Ja. Goed, de spade moet nog de grond in, hè? Dus, ja, oké. Okay, maar nog een beetje voorzichtig. Dat zien we erg naar uit. Dus, ja. En we hebben nu de derde poot nog niet gehad, namelijk de duurzaamheid in productie. Nou, dat zit hem een beetje in die transparantie met name. Okay. Kun je je proces heel goed in kaart brengen en kun je ook aantonen dat je de dingen doet die je zegt dat je doet. Dat is best wel een hele kluif. Want als je kijkt van
als je naar de hele keten kijkt, van ja, wat is dat pluisje katoen tot dat het bij mij in, als een kledingstuk op de kapstok hangt. Daar komen echt heel veel stappen bij kijken. En als je duurzaam wil gaan werken, moet je eigenlijk in al die stappen invloed kunnen uitoefenen. Moet je eigenlijk op al die stappen grip hebben. Daar zijn we zelf ook nog niet helemaal. Hè. Dat moet ik ook gewoon. Ik kan niet de boer aanwijzen waar dan uiteindelijk die overal vandaan komt. Nee. Maar daar gaan we wel naartoe. En dat willen we ook. En waarom willen we dat ook? Want dat toch het recycleren van kleding, dat staat natuurlijk op de agenda in de toekomst. We kunnen het vandaag nog niet, maar dat komt wel. En dan moeten we van een keten van, nou ja, pluisje katoen, maar dan moet er geen pluisje katoen meer in van een plant, maar eentje die gerecycleerd is. Dus daarom willen wij het ook weten, zodanig dat we daar ook zicht op hebben. Ja. En dat we die kunnen beheersen en sturen zoals we het nodig hebben. Ja. Nou, nog veel werk aan de winkel, denk ik. Hè? Oh, maar wel interessante uitdagingen, of niet? Ik vind het het is voor de textiel een bijzonder leuke tijd om werkzaam te zijn. Het is zowel als je kijkt naar de processen als naar de productkanten, naar de materialen en zo. Staan we echt op een kantelpunt. Je kijkt ook, hè, want dan kijk je ook naar de ambulance. Je ziet ook dat er een stijgende vraag is in de markt naar mensen die zeggen, joh, ik vind het belangrijk. Duurzaamheid is bij ons een agendapunt. HVEP, wat kunnen jullie voor ons betekenen? Hoe kunnen jullie ons hierin helpen? Nou, dan zie je dat wel heel vaak aansluit. Dan met name zo'n opdracht als de ambulance. Ja, daar vind je elkaar dan als klant en leverancier heel goed. Ja. Okay. Ja. Ik heb geen vraag meer. Nou, ik hoef niet te vragen of het goed gaat met het bedrijf. Nee. Dus. Ja, het gaat niet. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Verder. Ja. Jij denk ik ook, Dimfy. Fijn dat je het even wilde uitleggen. Heel graag gedaan, dankjewel. Okay. Anna van Puijenbroek was dat van de HVEP. Hartelijk bedankt. We gaan nu naar René IJzermans en Harry Kuipers van de stichting Geluidsoverlast A58. En er is een onderzoek geweest en de uitslag daarvan is dat de geluidswal geen hoorbare toename van geluid oplevert. Jullie gaan je nu opheffen? Nee, dat is een, dat is een hele snelle conclusie. Want we beginnen dat dacht ik al. onze beweging die is al actief voor de tijd dat de geluidswal in beeld was. Ook toen was er al grote mate van geluidsoverlast die menig één ervoer. Wij zijn vanaf 2017 met de gemeente Goorlen in gesprek. En na anderhalf jaar praten en niets verder gekomen te zijn. We hebben geen luisterend oor gevonden. Geen enkele inleving geconstateerd. Hebben besloten onze krachten te bundelen. Hè, er waren mensen in de wijk Boskus. Er waren mensen in de Boskamer. Heiningenstraat, Keizerlaan. Sporenring. Zelfs tot Grobbendonk toe waar geluidsklachten waren. Hebben we in april van dit jaar de stichting opgericht, de Stichting Geluidsoverlast Goorlen 58. Ja. Om te proberen met elkaar, hè, Eendracht maakt macht, opnieuw met de gemeente te praten. De stichting heeft ook geld op kunnen halen bij sympathisanten om ons juridisch te laten ondersteunen. Enerzijds, anderzijds door externe kennis in te kopen. Hè. Ik bedoel, wij zijn geen akoestische experts, wij zijn eenvoudige inwoners van de gemeente Goorlen. Het verbaast ons zeer dat de gemeente eigenlijk steeds niet thuis geeft en zich enkel verschuilt achter wettelijke normen, onderzoeken, geluidsnormen die men zelf eenzijdig kan wijzigen. En dat bij een fenomeen waarbij externe deskundigen zeggen dat de geluidstoename op de A58 vanaf 2016 gemiddeld 8% per jaar bedraagt. We leven nu 2019, betekent dat we al ongeveer een derde meer geluid hebben dan in 2016. U begon juist over de geluidswal. Nou, de geluidswal, dat is op zich de uitslag van het onderzoek, die is eigenlijk niet wezenlijk relevant voor ons. Er wordt gezegd, er is niet meer overlast als gevolg van de geluidswal. Dus dat wil zeggen dat er wel overlast is. Ja? En als je zelf aan de knop kunt draaien om de normen te bepalen, ja, dan is de vraag van, ja, wat speelt hier? Ik heb een prachtig voorbeeld wat ik mee wil nemen over hoe de gemeente daarmee omgaat. Er zijn vragen gesteld aan het college. Ik noem er één. Kunt u overige feiten constateren, bevestigen, zo niet, graag toelichten waarom niet? Onderstaande feiten of noemt het document van de Stichting Geluidsoverlast A58. Er zijn diverse gaten langs de A58 waar geen geluidsregende maatregelen zijn getroffen.
te weten ter hoogte van Sporenring, Heiningenstraat, Tilburgseweg nabij het viaduct en ter hoogte van de Boskamer Huizen de Bocht. Hierdoor ondervinden ook achterliggende woongebieden, zoals bewoners Keizerlaan, ernstige geluidslast van het verkeer op de A58. Ook bewoners in de wijk Grobbendonk ervaren meer geluidsoverlast. Nou komt het antwoord van de gemeente. Daar waar bestaande situatie van toepassing is, bestaat geen verplichting vanuit de overheid om daarvoor maatregelen te treffen. Nou, dat zegt alles waar wij steeds op stipuleren. Gemeente, we kunnen een juridisch gevecht met elkaar aan. Hier, wij representeren ongeveer 10% van de Goorlense bevolking. Dat zou duiden ongeveer 2300 mensen. Ja, hoe kan het dan zijn dat de gemeente dat niet opneemt en enkel maar dan zegt van we zijn niet gehouden tot het treffen van maatregelen. Je kunt ook stellen, het welzijn van onze bevolking, dat is ons een groot goed. Hè? Men heeft eigenlijk al een voordeel dat er een stichting opgericht is en niet met alle mogelijke individuen die los van elkaar naar de gemeente komen klagen, maar zodat ze via een georganiseerde structuur een discussie aan kunnen gaan. En dat men dat eigenlijk tot aan de dag van vandaag gewoon weigert. Nou, dus men verschuilt zich nu weer achter het onderzoek. Zie je wel, het is niet erger geworden. Nee, dat is niet onze insteek. Er is geluidsoverlast. Die willen we verminderd hebben. Gemeente, denk met ons mee. Ander voorbeeld, er is in een info... Een kleine kanttekening bij dat laatste onderzoek. Dat onderzoek is gebaseerd op rekenmodellen. Ja, het is niet ik echt zal, gemeten. Nee, hè? Ik zou wel eens reële meetresultaten willen zien. Ja, dat zit ik me af te vragen. Wanneer weten jullie, zijn er echt voor de laatste keer metingen gedaan? Nee. Laat ik u er, iets over, het laatste onderzoek, er is niets gemeten. Men heeft daar een rekenmodel voor. Ja. Dus er staat niemand met een metertje in het veld, om het zo maar te zeggen. En men gebruikt daar een standaard rekenmethode 2, SRN2 afgekort. En dat komt uit een reken- en meetvoorschrift geluid daterend uit 2012. Wij schieten dat niet lek, maar ik heb wel een prachtig voorbeeld. Er is destijds bij de aanleg van de HSL-lijn was er ook een rekenmodel gebruikt om een aantal uitspraken over de geluidsoverlast te doen. Die zijn later door feitelijke metingen, door de rechter, is daarop ingegrepen. Ja, met andere woorden, jullie hebben niet zoveel vertrouwen in rekenmodellen. Nee. Nou, ik kan het niet lek schieten. Wij beschikken niet zelf over de kennis, maar wij hebben wel inmiddels een akoestisch expert aan ons weten te binden. Dat is overigens afgelopen week pas gebeurd. En die gaat nu voor ons meekijken en eventueel ook metingen dat doen. Dat was mijn vraag. In het veld van wat is dan de feitelijke situatie. Het is misschien ook leuk, het is triest om één voorbeeld te moeten noemen. Wij nemen het standpunt in dat de mensen die in de sporenring, in de geluidswal wonen, zeg maar, de appartementen, dat elke wettelijke norm daar thans overschreden wordt. Dus er is een binnennorm van 33 dB. Er is een sympathisant van onze stichting, die heeft zelf metingen laten doen. Die komt op de dubbelwaardes in zijn woning. Binnen. Dus dan mag 33 dB gemeten worden. Die komt tussen de 60 en piekmomenten van 80 dB. En daarom lijkt het me zo bedreigend. Daarom lijkt het me zo nodig dat er echt officieel gemeten wordt. Nou, dat gaan wij doen. Ik heb één positief punt, dat is dat we eigenlijk het afgelopen half jaar is er een radiostilte geweest. En vanuit de gemeente richting stichting. De reden is dat wij een advocaat ingeschakeld hebben om onze belangen mee te vertegenwoordigen. Wij zijn ook geen jurist. Hè? En we willen het professioneel aanpakken. En dat was voor de gemeente een reden om vooral niet te praten. Eerst wachten op de uitslagen van dat onderzoek. Hè? En nogmaals, dat onderzoek is voor ons niet alleszeggend. Ja? Maar sinds vandaag ligt er weer een uitnodiging van wethouder Schelkens om indien de stichting daar ook wat van voelt, het gesprek te heropenen. Oké. Okay. Nou, en wat willen jullie? Wat wij willen? Nou, wij willen één... Dat de gemeente haar verantwoordelijkheden neemt voor... De dienstbaarheid jegens de bewoners. En dat betekent dat er een grote geluidswal moet komen? Een ingesloten geluidswal. Van 9 meter. Die wordt vanaf 2000, vanaf 1998 wordt het al toegezegd. Wordt dat toegezegd door de gemeente in alle uitbreidingsplannen van de gemeente Goorle. Daar is één rode draad in te ontdekken. Uiteraard is de gemeente gehouden tot het treffen van geluidswerende maatregelen in de vorm van een aaneengesloten
geluidswerende ring rondom de A58. Maar dat ging vooral om de aanleg van de boskunst, hè? Zowel oost als west. Daar zouden ze die wal voor aanleggen. Nu als u Brabants Dagblad van een klein half jaar geleden heeft gezien, daar staat een verhaal in waarin een prachtige infographic aan toegevoegd is. En dat duidt op 5 gaten minimaal in die wal. Nou, als je nou hebt over een relatief eenvoudige oplossing zonder een wal. Want de mensen, ja, we hebben geen geld. Nou, dat blijkt uit uw inleiding over de bezuinigingen, blijkt dat wel. Maar als je nu al gewoon die 5 gaten in de wal. Als je nou eens als tegemoetkoming naar de klager zegt van, laat ons nou eens een opdracht geven om die 5 gaten te dichten. Dan heb je het over misschien, ik noem maar iets, 20 vrachtwagens zand. En ik ga ervan uit dat dan de overheid ook een oplossing voor PFAS heeft getroffen. Maar maak nou die gaten in die wal eens dicht. En ga dan weer eens kijken, wat is daar het effect van? Misschien hoeft maar sowieso zullen ze wel iets moeten doen. Want een van die gaten ligt boven dat nieuwe Barbara Benz Park, hè? Nou, dat is één. Zeker. Dat is één, maar we hebben sinds vandaag. Ik neem aan dat ze daar geen huis kunnen bouwen als daar geen geluidswerende maatregelen. Heeft de gemeente dus geld geïnvesteerd om een locatie te kopen. Wil zelf de projectontwikkelaar spelen. En die grond is zo niet te verkopen. Wat nog leuker is, wij hebben sinds vandaag de beschikking over een onderzoek. Wat in opdracht van de lijststromen is uitgevoerd door de Antea Groep. Dat is een groot onderzoekbureau. Dat gaat over de locatie. Klooster, waar nu de Amarant zit. Met het autistisch dat centrum. Dat is vlakbij het dat, dat wil lijststromen herontwikkelen en wil dat geschikt maken voor wonen. In combinatie met 32 woningen. Daarachter. Nou, daar kun je al van zeggen, gemeente, waar begin je aan om aan mee te werken als je weet dat er zoveel problemen met het geluid zijn? Het onderzoek, we hebben dat eerst vandaag kunnen krijgen en een voorzichtige eerste conclusie. Dat gaat zeer, zeer grote problemen opleveren. En daar wordt gesproken, een van de uitkomsten van dat onderzoek is dat er ter plaatse van dat gebouw alleen al een geluidswal van 140 meter wil komen, omdat je anders nooit van zijn leven daar aan enige norm voldoet die vandaag de dag aan de orde is. Maar goed, ook daarvoor zullen dus metingen moeten komen, lijkt mij, hè? Ook daar gebruikt men weer rekenmodellen, zoals ik juist aangeduid heb. En ik zou eigenlijk niet anders voor kunnen stellen als dat wellicht onze stichting, maar wellicht ook door andere mensen daar gezegd van, want ik begrijp dat jullie nu eigenlijk zelf willen laten meten. Dat behoogt tot de mogelijkheden, ja. Nou, wij gaan nu eerst natuurlijk kijken. Er is sinds vandaag een handreiking van wethouder Schellekens. Wij kiezen voor de dialoog. En als uiterste, als we in dialogen niet aankomen, dan zullen we juridisch proberen ons schram te halen. Maar dat geniet niet onze voorkeur. Nee. Wij zijn niet bewoner van Goorlen om ruzie te maken met de gemeente. We storen ons wel mateloos aan het volledig gebrek van inleving en empathisch vermogen vanuit de gemeente Goorlen jegens 10% van de bevolking. Want volgens jullie onderwerp. Is het dan misschien wel zo dat het niet te veel is toegenomen sinds het nieuwe scherm van Tilburg, maar dat het eigenlijk altijd al te veel is geweest? Het neemt sowieso toe. En het neemt ieder jaar. Je krijgt toename vrachtverkeer, met name omdat een aantal routes in België omgelegd zijn. Vanwege tolwegen. Ja. En de maatregelen van vandaag, zou dat nog een beetje soelaas bieden? Nog maar 100 in plaats van 130? Nee. Op dat stuk A58 moet toch iets schelen zijn? Vrachtwagens rijden nu 100. Ja, maar het zijn ook auto's, hè? Ja, maar heeft u gezien hoeveel vrachtverkeer er voorbij komt? Nou, het zal waarschijnlijk maar iets van tussen de 1-3% zijn. Dat is natuurlijk bitter weinig. Ja. Er zit ook wezenlijk verschil hoe de wind staat. Bij noord-noordoostenwind is de geluidsoverlast veel en veel groter. Daar kan de gemeente niks aan doen. Maar het duidt wel op de noodzaak om wel maatregelen te treffen in plaats van te zeggen van, we voldoen aan wettelijke normen. Oké. Maar eigenlijk heeft u sinds vandaag dus weer een beetje hoop gekregen. Wij houden altijd hoop. Er zijn openingen. We laten ons niet met een kluitje in het riet sturen. Wij zijn de mensen van overleg en hopen dat de gemeente eindelijk nu eens een keer zegt, we hebben een onderzoek. Nou, dat onderzoek dat levert helemaal niks op, doet niks af aan de klachten die er zijn en die er waren. Ja? Gemeente, neem die handreiking aan en ga met ons in dialoog. En probeer gewoon ook de efficiënte oplossingen te bedenken. Maar steek niet de hoofd in het zand en doe niets. Doe iets, is ons credo. Maar er is dus wel een onderzoek, zegt u net. Er is door de gemeente Tilburg uitgevoerd. Dus de gemeente, in opdracht van de gemeente Tilburg.
Goed om nog even te zeggen. Consortium Stappengoor heeft vergunning gekregen om ongeveer 600 huizen aan de Tilburgse zijde te bouwen. Gemeente Tilburg heeft gezegd, van, nou, daar willen wij best in meedenken, maar dan moet er een geluidswal komen. Nou, dat is al een significant verschil. De ene gemeente, 20 meter aan die kant, die zegt, daar moet een geluidswal van 16 meter hoog komen. Ja, maar die wordt 9, hè? Wat? Hij wordt 9. Nee, de geluidswal die er staat aan de Tilburgse zijde. Oh, ja. Maar aan de Goorse zijde wordt die 9. Dus er is een gemeente, onze buurgemeente, die zegt, ter bescherming van onze burgers moet er 16 meter hoog wal gebouwd worden over 800 meter lengte. En dan zit er 20 meter aan de andere kant van de weg. Die zegt de gemeente, ach, we voldoen allemaal een norm. Er is niks aan de hand. Het is je reinste flauwe kul. En gewoon het beduvelen van je eigen inwoners. Daar word ik boos om. Maar ik heb ook begrepen dat met de nieuwe plannen er gevraagd is tijdens die bijeenkomst op het stadhuis. En toen is door de wethouder toegezegd om te kijken of de wal die ze toen gepland hebben, of die doorgetrokken zou kunnen worden. Zodat er een heleboel gaten gedicht zouden worden. Wij zijn er benieuwd naar. Ja. Vooralsnog hebben wij niets, maar dan ook niets, geen één beweging vanuit de gemeente waar kunnen nemen die daarop duidt dat men zulk een toezegging omzet in daden. Dat ze zouden onderzoeken of... Ja, maar daar gaan we weer. Daar zijn we weer een paar jaar verder. Wat moeten ze anders doen? Ze onderzoeken al 20 jaar. Wij zijn in 2 jaar tijd geen meter opgeschoven. Wij verdenken de gemeente ervan dat men straks aan wil sluiten op de renovatie van de A58. En dan Rijkswaterstaat heeft al lang een besluit genomen dat daar fluisterasfalt genomen gaat worden. En dan gaat de gemeente Goorlen straks met de veren pronken. Kijk eens wat wij voor elkaar gebracht hebben. Maar dan praat je over 6, 8, 10 jaar verder. Ja, wij hebben nu elke dag geluidsoverlast. En we willen dat er nu iets gebeurt. En wij zijn bijna klaar met praten. Nou, ik denk dat het heel duidelijk was. Ja, dat is mij ook. Hier, dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. René en Harry met jullie acties. We houden u op de hoogte van het vervolg. Doe dat. Afgesproken. Ja. Okay. Nou, Goornie is naar de gemeenteraadsvergadering. Dus daar horen we volgende week vast meer over. Oké, we gaan nu verder met André Tijman. Regiomanager bij de Diabetesvereniging. Want morgen is het Nationale Diabetesdag. Werelddiabetesdag zelf. Ja, zeker. Oh. Dus het is niet een probleem of alleen een ziekte in Nederland, die diabetes. Bij lange na niet. Nee. Nee, ik denk dat het een van de meest om zich heen grijpende chronische ziekten is die over de wereld gaan. En je kunt het in sommige gevallen zien. Want het heeft wel te maken met overgewicht voor een hele grote groep. Dan kun je kijken naar bijna alle westerse landen waar mensen stiekemtjes weg en ook de kinderen stiekemtjes weg telkens zwaarder worden. Ja, ja. Zichtbaar. Ja, precies. En niet alleen maar het vette eten, maar misschien ook het eenzijdige eten in niet-westerse landen. Bewerkt eten in westerse landen dan weer vooral het gemak eten. Ja. Daar zitten veel aspecten aan die... niet helpen in ieder geval om deze chronische ziekte in te dammen. Ja. Oké, laten we eens beginnen bij het begin. Wat is het eigenlijk, diabetes? Diabetes heeft altijd te maken met de alvleesklier. De alvleesklier is ons orgaan dat insuline maakt. Ja. Insuline is nodig om het suiker dat in het bloed komt via het spijsverteringskanaal om dat te verwerken. De cellen die moeten als het ware opengemaakt worden door een hormoon om de spieren in staat te stellen om de energie eruit te halen. Okay, ja. Daar is insuline voor. En op het moment dat een alvleesklier ermee stopt of heel langzaam maar zeker aan slijtage onderhevig is, zoals andere organen dat ook zijn, maak je alvlees hier te weinig insuline aan en dan heb je op enig moment diabetes. Ja, Dan hebben we ook het verschil te pakken. Want zo'n alvleesklier kan er mee stoppen. Ook bij mensen op hele jonge leeftijd. Dan spreken wij over diabetes mellitus type 1. En als het een gevolg is van slijtage in een mensenlichaam, dan spreken we van diabetes type 2.
Dat wordt ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Ja, want dat komt alleen voor bij oudere mensen of kan dat ook bij jongeren? Dat komt niet alleen voor bij oudere mensen, maar wel overwegend. Maar komt ook wel bij, komt steeds vaker bij jongere mensen voor. En dan heeft het te maken met wat ik net zei, dat de eetpatronen zodanig zijn. En overigens ook de beweegpatronen, want heel veel jongeren bewegen gewoon onvoldoende. Die zitten voor de computer of ze zitten op school. Maar sportverenigingen en rondjes gewoon om je huizenblok rennen, dat is niet meer helemaal van deze tijd. Nee, dus ook jongeren kunnen type 2 krijgen. En als je kijkt naar het aantal mensen bij Nederland houden, waar hebben we het dan over? Dat is gigantisch. We hebben, volgens mij hebben we op dit moment zo'n 17,5 miljoen mensen. Maar 1,1 miljoen van de Nederlanders heeft diabetes. Daar is het bij gediagnosticeerd. Zo, dat is fijn. Dat is meer dan 5%. Ja, dat is een gigantische hoeveelheid. Ja. Dan is er nog een groep mensen die het moet hebben op basis van statistische berekeningen die ziekenhuizen doen. Maar die weten het zelf nog niet. En dat percentage wordt op 10% gesteld. Dus dat betekent nog eens een keer een dikke 100.000 mensen die rondlopen met diabetes. Zonder dat ze het op dit moment bevestigd weten. En dan zijn er uiteindelijk ook nog wel mensen die... Die aanleg kunnen hebben. Ja, die aanleg kunnen hebben. Maar goed, die zitten dan eigenlijk ook wel in die 10%. Ja. Maar is dus een gigantisch aantal. Dat zijn, als je dat terugrekent, dat zijn 160 nieuwe diagnoses per dag. Dat is waanzinnig. Ja. En hoe kan het nu dat die 10% van de mensen die het hebben, het niet weten? Hoe kun je weten dat je... Omdat het een ziekte is die zich heel langzaam openbaart. Alleen bij de type 1, dus dat zijn jonge mensen waar de alvleesklier het begeeft. Om het maar heel kort door de bocht te zeggen. Die merken het veel eerder. En je merkt het aan heel veel moeten drinken. Ook heel veel naar het toilet gaan. Duizelig worden. Veel moeten transpireren. Soms onverklaarbaar jeuk krijgen. Dat kan wijzen op diabetes. Ja. Veel ontstekingen krijgen die niet opengaan. Wondjes die wel stollen, maar vervolgens dat korstje dat blijft veel langer zitten dan je gewend was. Dat duidt op te veel suiker in je bloed. Okay. Nou, voordat je dat in de gaten hebt, ben je zomaar 2 jaar verder. Dat is niet raar. Nee, en precies. al die tijd maakt die te veel suiker in je bloed maakt ook wel schade. Wat kan de schade die dan veel voorkomt, is het gevolg van het dichtslibben van de fijnste haarvaten, bloedvaten in ons stelsel. Dat begint bij tenen. Want een ader die gaat je voet in, maar de tenen in, dan wordt het allemaal dunner. En helemaal vooraan bij de teen, daar zitten nog maar hele dunne gaatjes. Ja, als daar ook nog suiker zich gaat hechten aan de wanden, dan slipt dat dicht. En dan krijg je gevoelige, je krijgt een doof gevoel in je tenen. Okay. Maar je kunt dat ook heel makkelijk in je ogen krijgen. Want ook in je ogen, de oogbol zit vol met hele dunne haarvaten. Ja, als daar hetzelfde proces plaatsvindt, dan leidt dat tot zichtproblemen. Heb je een bril nodig? Of? Ja, dan heb je zeker een bril nodig. En als je er alleen hebt, waarschijnlijk ook andere glazen. Maar dat ontwikkelt zich. Want het blijft zich maar doorontwikkelen totdat de diagnose wordt gesteld en behandeling ontstaat. Ja, maar goed, als ik naar de opticien ga, ik zeg van god, ik zie niet meer goed. Dan gaat hij niet controleren of ik suikerziekte heb. Nee, dat doet de tandarts bijvoorbeeld ook niet. Terwijl een tandarts het ook kan zien. Want ook in je tandvlees zitten die hele dunne haarvaten. Je tandvlees, als dat op een raar moment in een mensenleven terugtrekt. Dan zou een tandarts moeten zeggen van goh joh, laat je eens prikken bij je huisarts. Je bloed controleren. Laat eens vaststellen of je misschien diabetes hebt intussen. Ja. Ja.
We zijn er nog niet altijd even snel bij. En dat kan en de ook kenmerken niet van type 2? Als zijn hetzelfde. Die zijn hetzelfde. Ja, hetzelfde. Oké. Okay. Nee, dat is dan misschien een beetje gemakkelijk. Maar dat gaat denk ik niet zo snel als type 1. Nee, type 1 kan heel snel gaan. Ja. Echt heel snel gaan. In maar een paar maanden. Echt zo snel? Maar... type 2, dat is altijd wel een proces van geleidelijkheid. Ja. En daarin schuilt dus het gevaar. Het gevaar, en vroeger ja, was wel met me, even terug naar de tenen. Dat hoorde je vroeger wel eens dat mensen met diabetes tenen kwijtraakten of een voet. Want dat zelfs sterft een stuk, dan af. Ja. Het sterft af, ja. Ja. En dat zijn allemaal dingen die je niet wilt. En je moet er heel snel bij zijn. En een goede truc is om in ieder geval met je huisarts af te spreken dat je één keer per jaar je bloed laat meten op de aanwezigheid van suiker. En vanaf welke leeftijd zou je dat adviseren? Nou, dat kan ik slecht adviseren, omdat ik geen arts ben. Nee, maar ik denk dat je daar... Kijk, een iemand die type 1 diabetes ontwikkelt, hè, een jongere... Ja, die gaat vanzelf wel. Daar ben je een jongere die moet zelf denken, god, dat is raar, dat heb ik nooit eerder gehad. Maar dan moet het al een wat oudere jongere zijn. Ja. Maar een echt jong kind, 8 jaar, die kan ook slecht terugkijken in zijn leven. Is eigenlijk een beetje afhankelijk van ouders. Ja. Ik heb zelf een dochter die diabetes type 1 heeft gekregen toen ze 19 jaar oud was. En mijn vrouw en ik hebben ons jaren afgevraagd van, joh, hebben we nou signalen gemist? Maar welke dan? Ja. Dat is heel naar. Ja. Is ook voor die ouders heel naar. Want ik heb later als vrijwilliger bij de Diabetesvereniging Nederland ook andere ouders gesproken. En die mensen die maken allemaal hetzelfde mee. Die voelen zich schuldig. Hadden we het kunnen zien, hadden we het kunnen merken. Lastig. Ja. Lee, u had het in het begin ook over het aanpassen van je leefstijl. En dan over het eten. Dat is één, hè? Bewegen. Denk bewegen is iets wat enorm helpt, want daarmee breek je eigenlijk ook, spreek je het suiker aan, hè? Ja. Want je spieren hebben om die energie te leveren, die hebben dat suiker nodig. Ja, dus die gaan daarom vragen. Die kant, en alcohol? Dat helpt nooit, hè? Je moet eigenlijk gewoon geen alcohol drinken. ik doe dat zelf wel hoor. Maar als je houdt aan de steeds betere inzichten die we daarover hebben. Hè, dan wordt er op dit moment gezegd door het voedingscentrum in Nederland. Mannen nog maar 1 glaasje. 1 alcoholische consumptie per dag. En vrouwen eigenlijk liever helemaal niet. Mannen eventueel 2 consumpties. Vrouwen eventueel heel misschien 1. Maar dat is niet alleen vanwege de diabetes. Alcohol is gewoon niet goed. Ja, eigenlijk moet je niet drinken. En roken lekker. Ook helemaal niet. Roken moet je het eigenlijk ook niet doen. Nee. Maar niet alleen vanwege diabetes. Want het is ook weer de belasting van die haarvaten in het bloed. Precies, en die komen, die ga je dan nog eerder helpen dicht te raken. Ja. En daarom moet je het niet doen. Nee, snap ik. Wat voor beperkingen hebben de mensen die diabetes hebben? Kunnen ze nog werken? Ze kunnen alles. Alleen het leven van iemand die met diabetes is gediagnosticeerd, dat staat vanaf dat moment op zijn kop. Want het is een ziekte die zich laat beheersen, maar je moet er medicijnen voor gebruiken. Ofwel pilletjes, de type 2 mensen. En meestal volstaat dat wel. En dan is dat te overzien. Maar een deel van de type 2 mensen moet uiteindelijk toch ook nog aan de insuline. En alle type 1'ers spuiten insuline. Ja. Want insuline, als dat niet gemaakt wordt. De alfles die doet niets. Dat is nul. En dat moet wel in je lichaam zitten. Ja. Maar dat moet wel precies de hoeveelheid zijn die nodig is om het suiker wat je hebt gegeten op te nemen. Dus dat is voortdurend passen en meten. Je wordt er gek van. Dat denk ik ook. Je moet echt goed opletten wat je eet. Bijhouden.
Maar als je gaat sporten, dan belast je je lichaam anders. Als je stresst, dan maak je een stresshormoon aan. Dat is van invloed op je bloedsuikerspiegel. Dus er zijn alle een ziektekje, een verkoudheid krijgen, is van invloed op je bloedsuikerspiegel. Dus je moet voortdurend meten om te kijken hoeveel insuline heb ik nodig. Het beheerst een mensenleven. Het beheerst, maar het betekent niet dat de mensen niet kunnen werken. Ze kunnen werken. Ze kunnen alles, maar ook ja, bij sommige werk. Altijd opletten. Sommige werk met de werkgever wel overleggen, want misschien kun je niet meer alles wat je deed. Nee, oké, nou, ik hoop dat onze luisteraars er wijzer van zijn geworden. Ik in ieder geval wel. Ja, en laten de luisteraars met diabetes maar eens kijken op de website van onze vereniging, onze patiëntenvereniging, dvn.nl. Daar worden ze een heel stuk wijzer van. Kennis helpt. Zeker, zeker in deze. En ook het advies aan de mensen. Als je zeg maar boven de 50 bent, laat je elk jaar eventjes prikken. Heel goed. Heel goed. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Oké, u kijkt of luistert het afgelopen uur naar Goolse Kringen. Het logprogramma over samenleving en politiek. En we hadden vanavond zeer interessante gasten. Anna van Puijenbroek, de directeur van HAVEP. René IJzermans en Harry Kuipers van de stichting Geluidsoverlast A58. En als ik ze zo hoorde, dan zullen we daar nog wel vaker van horen. Gonnie Spermon was er vanavond en die is nu weer terug naar het gemeentehuis. Zij heeft ook samen met mij gepresenteerd tot 7:45. En volgende week ziet u haar weer terug. Ludwig Tannenbaum en Wilfried van Zon tekenden voor de techniek. En we hadden haar van de Diabetesvereniging. Volgende week is hier te gast Dave Ensberg, directeur van Jantje Beton, vanwege de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Te gast is ook zijn ook de jeugdgemeenteraadsleden, samen met hun ambtelijk begeleider Maggie de Jong. En met raadslid Mark Verhoeven, die zijn politieke loopbaan begon bij de toenmalige jeugdgemeenteraad. En met Jan Aertsen van Wijnkoperij van Bielsen praten we over de traditie van de Beaujolais primeur. En proeven we in de studio, en nu moeten we even niet luisteren meneer, proeven we in de studio het eerste glas van dit nieuwe seizoen. Helaas ben ik er volgende week niet, maar dan zijn er vast andere mensen. Dank u wel voor het luisteren en kijken. Tot ziens.